So this is a new plantation. The plants have been planted last year, and it's of a new variety that they're using here in Colombia, Castilla. And they put the rows parallel to the mountain so that when there's a big rainfall, there's not too much erosion. So it's important to have these trees and these trees here to hold the ground together. Dick. Dat is een struik die heeft een rode kers. En dit is een struik die heeft een gele kers. Die is net zo rijp. Dit is de variedade van Colombia Vermelho. En dat is de Colombia variatie die dus rode bessen heeft. So can you tell the difference between the red and the yellow, André? Which are yellow, which are red? You cannot tell. No. Nee, ze noemen het roest omdat het eruit ziet als roest. Het is in feite een soort van schimmel. En die roestplaag is hier eigenlijk veel minder, heeft hij zich kunnen manifesteren. Omdat we hier in een biodiversiteit zitten en in een diversiteit van struiken. Dus sommige struiken zijn er bevattelijker voor dan de andere, maar die worden eigenlijk weer geremd. Met name deze Castillo, die is redelijk resistent tegen die roest. Dus je krijgt veel meer een homogeen, evenwichtig geheel. Dan ligt hier allemaal gewoon compost dicht op de grond. A, om te voorkomen dat er onkruid opkomt. En B, om het maar gewoon lekker te laten composteren. En ze proberen dus daarmee zoveel mogelijk natuurlijke meststoffen te gebruiken. Para el café, de qué residuos, de plátano, de banano. Ah, también. Todo lo que es orgánico se lo mete. It's a sweet, flowery smell, but it's also a bit of rotting. It's a very nice smell, and every time you come to Origin and you smell this, you say, yes, I'm back in coffee country. Look at these baby trees, isn't it nice? All these young plants, there will be big trees in the future. Huh? Carrying lots of fruit. Prosperity. Ecological diversity. Work. Nice. Let's go back here again in 2-3 years time from now and see how it is. See what it looks like.